In het programma Een Huis Vol Emigreert bereidt de familie Jelis zich voor op hun verhuizing naar Spanje. Tijdens de lunch doet vader Johan een opvallende uitspraak waarin hij hoopt dat dochter Jantine haar eerste zoen krijgt van een prachtige Spaanse jongen. Nu het nieuwe huis van de familie Jelis in Spanje is goedgekeurd, trakteren Johan en Janneke hun kinderen op een echte Spaanse lunch. De aanwezigheid van drie blonde meisjes valt op bij de lokale jeugd. Jongens op een scooter rijden langs en toeteren naar de meiden, iets waar vader Johan ogenschijnlijk onverschillig onder blijft. Integendeel, hij benadrukt het belang van vriendschappen voor de meisjes. Geniet ervan. Hier heb je een paar dineros. Krijgen ze een beetje aandacht. Leuk. Wie weet krijgt Jantine wel haar eerste zoen van een prachtige Spaanse jongen. Moeder Janneke stelt dat het maken van vrienden voor de familie op de eerste plaats komt. Voor de familie blijkt de verhuizing naar Spanje een positieve ervaring. Met een terrein van 26.000 vierkante meter genieten ze van de ruimte, ondanks dat hun huis kleiner is dan in Tollenbeek. Moeder Janneke concludeert eerder in Veronica's Superguide, in Nederland waren we ook gelukkig met familie en vrienden, maar hier hebben we meer tijd voor elkaar. De familie is inmiddels gesetteld, de kinderen hebben het naar hun zin en hebben nieuwe vrienden gemaakt. De mensen hier zijn echt hartverwarmend. In een video delen Johan en Janneke een nieuw zakelijk avontuur. De familie lijkt hun leven in Spanje met enthousiasme te omarmen, met nieuwe vriendschappen en mogelijkheden voor zakelijke groei.